Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Pepsi Max. UEFA Champions League sponsors. Snelheid gemaakt, ook weinig diepgang, weinig beweging, tout court bij Barcelona. Het is gewoon een behoedzaam begin van Barcelona. Daar is Messi. Pedri mooi aangenomen, goed doorgedraaid. Griezmann, eerste kans. Griezmann, de save van Navas. Dat was ineens wel diepgang in het spel van Barcelona. Mooi het aannemen en doordraaien van Pedri. En Griezmann er dichtbij. Pedri kon die bal niet bijhouden. Nu tussen de lijntjes even Mbappé. Balletje voor Icardi. En weggehaald voor de lijn. Maar buitenspel of niet? Het is Pedri die daar terugloopt. Nee, geen buitenspel aangegeven, denk ik. Nee, absoluut niet. Goeie bal hoor. Oh, aangelopen. Kuipers geeft een penalty. Jazeker. Het is een strafschop. Ja, diepgang bij Frenkie de Jong. Ze zijn boos bij PSG, maar ja, werd gewoon aangelopen. Ongelukkig, hoogst ongelukkig, maar wel correct. Als we dat zo zien van op afstand. Messi maakt zich al op voor de penalty. En dit is een belangrijke. Messi tegen Navas. Verstaanbaar. Geweldig omgezet. Dan mag je nog de goede hoek kiezen zoals Navas dat deed. Er is gewoon geen houden aan deze bal van Lionel Messi. Alessandro Florenzi, Kurzawa. Tiki Verratti, nee, Mika, nou de goal. Prachtig gedaan, daarvoor staat hij er. En PSG klimt naast Barcelona. En een afwerking zoals Messi de penalty trapte. Kurkdroog keihard in de bovenhoek. Dest Mbappé, maar die heeft een heel moeilijke avond. Serginho, goede bal meegeven. Kurzawa en een save van Ter Stegen. Nog het handje er tegen, want hij prikte hem in de verse hoek. Marc-André Ter Stegen redt Barcelona. Paredes de corner. Piqué kopt weg. Gueye zet hem weer in het pak. Nu Lenglet. En dan Messi voor de tegenaanval. Met Griezmann. Dembélé sprint. En hij is zoveel sneller dan de rest. Verratti kan hem niet bijbenen. Griezmann gaat het zelf doen. Hij legt hem voorlangs. Antoine Griezmann in een sprint van een meter of 60. Trekt aan het shirt van Mbappé, maar Icardi geeft hem nog mee met Keen. En de geveegd nog afgeweken. En een handveeg, laat ik het zo noemen, van Marc-André Ter Stegen. Een schitterende redding, want die bal week nog af. Maar daar ziet het centrale duo er toch niet goed uit. Goeie bal. Florenzi neemt hem mee. En Icardi. En oh, nog opgeruimd. En toch de goal weer van Mbappé. Het is 1-2 voor Paris Saint-Germain. Naar hem werd gekeken en hij doet het. Twee doelpunten voor de kroonprins Kylian Mbappé. Una, dos, tres. Dit is ook een goeie. En de goal. Kijk, Keen. Voor 1-3. Paredes schildert hem op het hoofd van Moïse Keane. En Barcelona buigt nu na driekwart wedstrijd in de heenmatch al het hoofd voor een te sterk PSG. Mingesa
appel voor handspel. Maar niet gegeven. Tegenaanval met Draxler. Links Mbappé, rechts Icardi. Mbappé! Het is de avond van Kylian Mbappé. Nee, het is geen luitenant. Het is een generaal van het Franse leger dat hier Catalonië verovert. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Pepsi Max, UEFA Champions League sponsors.